Dit is mijn glas, zie je? Het bloed blunken achter het scherpe glas. Dit is mijn glas, ik toast. Op de eenheid van de wijn. Op het gedorste licht. Op mijn lot en dat van anderen. Op wat ik had en niet had. Op het zwaard van bloedkleur. Dat zinkt met het doorzichtige glas. Ik denk aan relaxedheid en dan aan smaak. Ik vind het een teken van rijkdom. Lekker eten, lekker drinken. Het gezelligheid, want telkens weer brengt het vreugde in me op. Zonnetje, uitgaan, vrienden, familie. Ja, aan het buitenland. Ja, gewoon lekkere dingen. Na een drukke week of een lange dag school, lekker op de bank ploffen met mijn moeder. Dat je gewoon tot rust kan komen. Plezier en gezelligheid. Bloemen, lekker exotisch ook wel een beetje, lekker zon. Voor mij is het een levenselixer. Een toevoeging aan elk moment wat voor iedereen is weggelegd. Als een van de voornaamste genieten die hem in het leven nog rest. Het is ook een beetje als het leven zelf, denk ik dan toch eigenlijk. Het heeft heel veel verschillende zijdes, heel veel verschillende karakters. Het kan fris zijn, het kan strak zijn, het kan breed zijn, het kan heel gul zijn. Maar het kan ook wel weer een beetje streng zijn. Ik treur niet om lenterozen. Die door de zomer zijn verbrand. Ik heb de druiventros verkozen in ranken langs de heuvelrand. Zomers, het liefst met een beetje de groene en de aspergetinten. Fruitig, mooie geuren. Alsof weer energie je lichaam instroomt. Heel diep rood van kleur. Een licht kruidige smaak. Het is niet te zuur. Mooie houtrijping met een mooi boeket. Hij moet niet al te zwaar zijn. De heel fluweelachtige in de geur, oude rozen. Maar die ging zeg maar om mijn tong heen zitten, alsof er een soort van laag overheen vormde. Dus dat is een heerlijk warm dekentje over me heen. Ik zou graag mee willen met de wijnreis, omdat ik net mijn Sven 1 diploma heb gehaald. Wijn is een grote interesse van me en ik denk dat dit een hele goede kans is. Om met een leuke groep vrienden naar het buitenland te gaan. Met z'n allen een beleving meemaken. Om deze 2 jaar goed af te sluiten. Om veel meer over wijn te leren. En over de landen waar de wijnen vandaan komen. Graag mijn collega's op het Eurocollege beter wil leren kennen. Ik ben zelf niet een hele erge wijndrinker, maar... Het lijkt me wel leuk om er meer over te weten. Ik koppel wijn altijd aan gezelligheid, dus het lijkt me heel gezellig. Om meer te leren over verschillende soorten wijn. Het is een afsluiting met alle leuke mensen. En het is gezellig en het is leuk en je bent met elkaar en je bent weg, je gaat naar het buitenland. Je gaat alleen maar leuke dingen doen. De culinaire wijnreis, een prachtige traditie van het Eurocollege. Onvergetelijke reis aan. Om op een idyllische locatie. Met die prachtige rivier die tussen de heuvels door glijdt en zo richting zee. De culinaire wijnreis 2014 gaat naar de Loire. Wij nemen je graag mee op dit onvergetelijke avontuur.